Op een ogenblikken valt de start. 50 meter nog. En de start is gevallen. De strijd om de leiding met Felipa. die hard weggaat. Maar ik noemde dus al de nummers 3 en 4. Hij krijgt ze op hun dak. Dan is het de vraag of Mart Blankendalen in de juiste gangen houdt. Het antwoord is ja. En bovendien een scala aan galopades daarachter. waar uh, alle paarden op elkaar lopen. Maar de favorieten daar gelukkig op een of andere manier allemaal omheen komen. En dus uh, gaat dit kwartet, denk ik, geen uh, gigantische uh, ja, grote uitbetaling opleveren. De vier favorieten krijgen de mooiste koers van allemaal. door een scrimmage in de beginfase. En Mart Blankendaal is er vandoor met zijn Felipe A. Maar dan komt hij al aan de buitenzijde. Continental Lane. En die komt daar met grote stappen naar voren. En komt zo dadelijk in het spoor Haring. naast de koploper. Uitgeschakeld. Twee. Ook Bonnie Garisma met een superstart. En daarachter is er dan het nummer 6 van Albert H. En die wordt dan gevolgd door een gigant van een outsider. In de vorm van nummer 8 Arvid Boko. Achter Arvid Boko is het Calypso Bravado. En achter Calypso Bravado in het tweede spoor Donder Freo. Don de Vreo wordt dan gevolgd door het nummer 5 van Iristof Blue. En achter Iristof Blue de 9 Rosarelles. Est. En daarachter dan ja, nog in ieder geval paard nummer 4 Diva Lady. En de 2 Esprit Izarda. Maar er waren wat paarden, dacht ik, uitgeschakeld. Of eentje in ieder geval. Daarover wellicht later meer. Door de bocht op weg naar de overzijde van de baan met aankop van het veld als een grootvorst. Paard nummer 1 Felipe Op De tweede plaats erachter Continental alleen. Heeft natuurlijk wel al een jasje uitgedaan. Maar Wim Brouwer daar heel waakzaam op die tweede plaats. Fred Handelaar, hij wacht nog even met zijn aanval. Achter paard nummer 10 eh, Bonnie Garisma, maar krijgt hem natuurlijk prachtig zo. Want Wim Brouwer gaat weer in de aanval. Benut de tweede spoor nu met zijn continent alleen om wat naar voren te komen. Binnendoor schuift op Albert H. En als Greta straks ruimte krijgt dan liggen er mogelijkheden. Daarachter de outsider die eventueel Roet in het eh, <coughs> kwartetspelersschilder kan gooien. Paard nummer 8 Arvid Boko. Laatste ronde en vanuit het achterveld komt daar ook Iristof Blue, beroemd om zijn slotronde hier op de baan van Alkmaar en die brengt met zich mee leste. Deelnemers door de bocht op weg naar de overzijde van de baan met nog altijd die Filipa aan de leiding aan de buitenzijde echter constant onder druk van paard nummer 11 Continent alleen, maar betaalt hij niet de tol voor die meters buitenom. <tie> Pardon, dat is de grote vraag. We gaan af op de laatste bocht met nog altijd Philippe aan. De buitenzijde echter nog altijd die nummer 11-continent alleen. Aan de binnenzijde Albert H. Die kan geen kant op. Vanuit de start van het veld komt er met grote stappen die Eristof Blue naar voren. Eristof Blue aan de buitenzijde kan die dan voor een gigantische verrassing gaan zorgen. We gaan af op de laatste rechterlijn. En Hilde Hofstra, als er één amatrice in absolute topvorm is, dan is zij het wel. En daar komt hij aan. We komen in de laatste rechterlijn. Het is daar nog altijd aan de leiding die Philippe aan... Daar Komen ze aan de buitenzijde met één laatste jump. Yristof Blue, net niet. Het is de één die wint voor de vijf, de elf, de zes en de tien. En dat is voorlopig. Even kijken. Nog even kijken. Daar is de één, Philippa. Daar de vijf. En die verstoort het kwartet voor de aandeelhouders. Maar misschien voor u niet. Derde de elf. 4e de 6e en 5e de 10. Het komt redelijk favoriet aan. Maar het zal toch wel wat geld brengen, hoor. Zeker met Eeristoft Blue op 2.